Ik ben erachter gekomen dat spelen op de PlayStation toch wel heel anders is dan FIFA op de Xbox. De hele gameplay speelt op een andere manier en daarom moet je dus je gameplay aanpassen op welke console je speelt. En ik merk dus dat ik de Xbox een stuk fijner vind dan de PlayStation. Om dit te leren moet ik dus een beter team krijgen en om een beter team te krijgen heb ik coins nodig. Daarom ga ik in deze video uitleggen hoe je coins kan verdienen met een minimaal budget. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is 10.000 aan coins, maar je kan het zelfs met minder doen. En je moet een klein beetje vertrouwen hebben, naast ook nog een klein beetje geduld. Meer hebben we niet nodig. Op de PlayStation is het een stukje makkelijker dan op de Xbox, omdat er op de PlayStation meer dingen op de markt zijn. Ik ga een paar dingen laten zien wat ik gedaan heb met mijn coins en waarvan ik verwacht dat ze in prijs gaan stijgen in de komende tijd. We beginnen maar eens bij mijn transfer targets. Ik heb namelijk nu de tijd genomen om een beetje te investeren in een foreign piece. Zoals je hier ziet heb ik Lala gekocht. Ik heb voor 10.000 gebid op Lala. Hij is namelijk rechtsachter van de League. En als we gaan kijken naar de hoeveelheid spelers uit de League die rechtsback zijn, die ook nog redelijk goede stats hebben, dan ga je merken dat dat aantal spelers toch redelijk laag is. Als je namelijk gaat zoeken op rechtsbacks uit de League, heb je een paar opties. Je kan namelijk Rafael kopen. Je kan Infom Meunier kopen, maar die is heel erg duur. En Rafael is weer een stukje minder goed dan andere rechtsachters zoals Dani Alves en ook Sidibé. Sidibé is denk ik voor veel mensen de go-to rechtsachter, omdat hij betaalbaar is en over het algemeen heel goede stats heeft. Maar dan heb je Lala en je ziet bij hem dat hij hogere pace heeft. Hij heeft dezelfde shooting, betere dribbling en dezelfde verdedigende stats. Daar komt bij dat hij ongeveer 10 tot 11k is, vergeleken met CDB die ongeveer 4 tot 5k is. De enige rechtsachter die een beetje vergelijkbaar is met de stats van Infom Lala is de gewone kaart van Meunier. Maar het probleem met Meunier is dat hij momenteel ongeveer 15 tot 16k kost en dus duurder is dan de Infom kaart van Lala. En omdat dus de hoeveelheid goede kaarten die rechtsachter zijn in de Premier of in de League heel laag zijn, krijg je dus dat Lala over een grote tijd, een paar weekjes dus, 2 of 3 weken, in prijs gaat stijgen. Je kan hem op dit punt, zoals je bij mij hebt gezien, voor ongeveer 10k op een open bid krijgen. En die Infom van 81 algemeen, die discarden al van 9.9k. Kortom, je kan er letterlijk geen verlies op maken. Maximaal 100 coins. En voor de rest kan je ze altijd ook discarden als niet in prijs stijgen. Om die reden heb ik dus Lala Infom gekocht. Omdat het dus een 81 algemeen in vorm is uit de league. En er weinig varianten zijn op de rechtsbackpositie die in korte tijd beter gaan worden. In ieder geval binnen dezelfde prijsklasse. Hetzelfde denkproces als ik met Ibišević. Het is toch een spits uit de Bundesliga. Die zijn er niet zo heel veel die ook in vorm zijn. En stel je hebt een keertje voor een SBC in vorms nodig, dan is een 81 algemeen in vorm die 9.9k kost in mijn optiek een goede investering. En dan Gondorf, ook een Duitser, linksmidden in vorm en kost 10k. Omdat mijn budget beperkt is, heb ik maar een paar in vorms gekocht. Maar je gaat over een paar weken zien dat die allemaal voor minimaal 13, 14k gaan. En dan heb je weer makkelijk wat winst gemaakt per speler. Waar je eigenlijk letterlijk niks hoeft te doen. Behalve dat je je kapitaal in je club moet houden. In plaats van dat je er verder mee kan handelen. Om die reden raad ik aan om een klein deel van je kapitaal, je aantal coins zeg maar, toch wel liquide te houden. Dus ook in je club. Ik heb momenteel nog 30 tot 35k die ik kan gebruiken om ook verder te handelen. En dat heb ik gedaan met de volgende spelers. We gaan kijken naar de transferlijst. En dan zie je dat ik veel verschillende linksbacks en rechtsbacks heb gehaald. Arias, Piccini, veel Spaanse linksbacks en rechtsbacks. Allemaal voor ongeveer 500 tot 600 coins gekost. En die heb ik dan verkocht voor 1000 coins. Kurzawa gekocht voor 1000 coins. Verkocht voor 1500 coins. En dat heb ik ook nog met een paar Engelsen gedaan. En nu vraag je je misschien af, hoe moet ik dat in godsnaam doen? Ik ga je een paar spelers en manieren laten zien hoe je dus coins kan verdienen. En dit fenomeen waarmee ik vooral heb gehandeld heet snipen. Omdat mensen nog niet op de hoogte zijn van de prijzen van spelers, gooi je dus die spelers eigenlijk redelijk willekeurig op de transferlijst. Omdat ze hem snel willen verkopen voor wat extra coins. Wat je dan krijgt is dat ze die veel te goedkoop listen. Zoals je namelijk het gezien met de League Conforama. Als je dan naar de linksbacks gaat en dan vooral Franse linksbacks, dan gaan we kijken wat de goedkoopste linksback is om nu te kopen. En op dat punt waarop ik aan het handelen was, was dat 1500 coins. Nu zie je dat het ongeveer 1300 is. Dus wat ik dan meestal doe, dan ga ik er een paar honderd coins onder zitten. Dus rond de 1000 coins. Dan zet ik mijn maximumprijs op 15 miljoen. En dan ga ik eigenlijk de hele tijd mijn maximumprijs omlaag halen. En blijven wachten tot ik er eentje vind. En dan moet ik die snipen. Nu was dit een redelijk langzame reactie. Je moet hier best wel snel voor zijn. Maar op deze manier kan je dus heel makkelijk die spelers snipen voor onder de 1000 coins. Ze komen echt heel vaak op, zie je. Je moet eigenlijk niet al te vaak zoeken. En die druk ik wel goed. Maar dus niet op de buy now knop. Hier zie je dat ik er eentje heb, Amavi, 750 coins. We hebben net gezien dat die voor 1300 gaat. En ik heb in principe een klein minuutje moeten zoeken voordat ik er succesvol eentje gehaald heb.
Ze poppen ongeveer iedere 5 tot 10 seconden. En als je snel genoeg bent, win je er altijd wel 1 van de 3 ongeveer. Ik ben niet al te snel. Ik moet daar toch wel zeggen dat mijn reflexen daar gewoon simpelweg niet goed genoeg voor zijn. We zetten erop voor 1300 en dan maken we bijna 100% winst op deze kaart. En dat kan je gewoon de hele tijd doen. Er zijn heel veel goede filters waarmee je makkelijk coins kan verdienen op deze manier. Zie je, echt een paar seconden later komt er weer eentje op. 400 coins en die mis ik echt maar net op een haartje. Maar ze komen zo vaak op hier weer. 3 keer verder en je hebt weer een Kurosawa op de markt. Hier heb ik ook nog een Kurosawa voor 700 coins. Het kost me weer een minuutje ongeveer. En dan heb je toch weer iemand waar je weer 700 coins winst op kan maken. Je kan er namelijk voor 1400 opzetten. En dan zal je zien dat hij binnen de kosten keren verkoopt. Ik wil het toch een paar keer laten zien dat het goed te doen is. Dat ik niet die speler stiekem voor ongeveer 1000 koop. En ze dan weer verkoop voor 1300. Je kan ze echt voor 700, 800 kopen. En dan kan je ze dus voor het dubbele verkopen. Je hebt echt 100 verschillende manieren waarop je dit kan filteren. Ik kies graag voor rechtsbacks en linksbacks. Want daar zijn er namelijk heel veel van die voor veel te weinig op de markt worden gezet. Als je kijkt naar de goedkoopste Italiaanse rechtsarter, hier wordt er al eentje gelist voor 450. Zie je dus dat er voor 1300 eigenlijk geen gelist worden. De goedkoopste beginnen bij 1400. Dus dat is echt een enorm hoge prijs voor van die random Italiaanse rechtsachters. Dus dan weet je dus dat heel veel mensen dat niet weten. En ze dus voor minder gaan listen. Dus we gaan kijken of we er eentje voor ongeveer 1000 kunnen oppikken of minder. En of we dan succesvol kunnen zijn met het kopen van een van die rechtsbacks. Hier was mijn internet een beetje laggy, want die hadden we kunnen hebben. Hier hebben we er dan eentje, de Giglio van 1000 coins, de rechtsback van Juventus. We zagen net dat die voor ongeveer 1400 gaat. En dan denk je misschien, nou, het is niet zo heel veel winst, maar het zijn toch die kleine stukjes die je zo meepakt. En ik denk als je iets meer geduld hebt, dat je makkelijk voor 1500 kan verkopen. Ik hou hem even daarop, 1400. En nu is het echt een minimale winst. Maar goed, het is winst in een seconde tijd. En ik ga proberen of ik hem voor 1500 kan verkopen, heb ik toch iets meer. Maar je kan zien, je ziet dus dat die heel vaak gelist worden, dat je ze dus voor heel weinig kan oppikken. En dan kan je variëren in je ratio van hoeveel je ervan af wil zitten. Hier nog eentje, Caladria, 900 coins. Die gaat voor 1.4k en hebben we hem dus ook weer mooi verkocht met ongeveer 500 coins winst. Een filter die ik ook heel graag doe is in de Spaanse League. Er zijn namelijk heel veel Spaanse rechtsachters, maar hierbij kan je zelfs ook wat gekker doen. Wat voor mij net heel goed werkte, is dat ik gewoon voor rechtsback zoek. En dan zet ik mijn maximale buy now prijs op 700 coins en dan ga ik kijken wie er allemaal zit. Er zijn dus niet zo heel veel rechtsachters, maar je ziet dus bijvoorbeeld deze Piccini 700 coins. Die gaat normaal gesproken voor 850 tot 900. Hier maak je dus wat minder coins per stuk. Maar je pakt er hier een stuk sneller spelers op. Ik zal eigenlijk laten zien hoe dit werkt. Ik druk namelijk op 4 coins het prijs te vergelijken. En dan refresht hij zeg maar hier alle spelers die komen. Dus dat gaat op een heel rap tempo. Dus je moet dan een paar keer dit doen. En dan zal je zien dat er nieuwe spelers opkomen. En dan ben je altijd iets sneller dan wanneer mensen puur gaan snipen. En zo pak je dus heel makkelijk dit soort kaarten op. Ik ga het eventjes laten zien of ik er een paar kan meepikken zo. Die is voor 600, die gaat voor 850 coins. En als je dan gewoon zo blijft zoeken, pak je heel snel dit soort kaarten op. Deze helaas net gemist. Maar dit kan zo ongelooflijk snel gaan. Dit gaat in een rap tempo. Kijken of het me gaat lukken. Rosales ook voor 700. Die verkoop ik daar nog wel voor een stukje meer. Martin 400 coins. Helaas net gemist. Maar je kan dit eigenlijk zo onbeperkt blijven doen als je wil. Afhankelijk van hoeveel coins je hebt. Omdat ze blijven refreshen met die pagina's. Baragon 400. Heb ik ook al een paar keer opgepikt voor 400. Ik wil even proberen een klappertje te maken. 650 deze. Lyon 700. Die verkopen allemaal wel voor 850 tot 900. Je ziet hier Ruben Peña staat er voor 900 coins op. Maar voor 850 is er geen enkel op de markt te vinden. En je zag net dat ik ze toch voor ongeveer 600 tot 650 makkelijk wist te kopen. Het kost me vrijwel geen moeite. En je zag in hoe rap tempo je er eigenlijk heel veel aan elkaar koopt. En hoewel de winst per stuk maar ongeveer 200 coins is, pak je dus toch wel eventjes per 30 seconden of zo, er 3 of 4 mee. En dan pak je dus bijna een k per minuut als je een beetje opschiet. En als je dat doorrekent, pak je dus gewoon 60k per uur. Als je zo door blijft gaan met het traden met deze spelers. We zijn er al voor 850. Je zag net dus voor 600 gekocht. En het is eigenlijk met vrijwel iedere rechtsback hier zo uit de La Liga het geval. Ze zijn allemaal ongeveer 800 tot 850 coins. En dan pak je dus een klein beetje mee per stuk. Maar als je dus exponentieel al die spelers blijft verkopen op zo'n rato. Dan pak je uiteindelijk heel veel winst. En zo zie je dus dat ik dat met vrijwel iedere rechtsback heb gedaan. Die Martin voor 850 tot 750. Die Janschke had ik ook als een Duitse rechtsback gekocht voor 500 en van 900 verkocht. En je ziet er ook deze Italianen voor 1400 verkocht en Mavi voor 1300. Nog een paar Spanjaarden, allemaal voor ongeveer 850 tot 750 verkocht. Dit is dus in het kort hoe sniper werkt. Ik zal het nog een keertje uitleggen voor de mensen die het nog steeds niet helemaal begrijpen.
pakt dus een positie die heel erg in trek is. Dat zijn vaak de rechtsbacks, de linksbacks en over het algemeen verdedigers. En dan moet je dus gewoon een regio pakken, een land waarvan je weet dat er veel op die positie zit. Bijvoorbeeld Italiaanse rechtsbacks, Franse linksbacks, Engelse linksbacks of rechtsbacks, Spaanse linksbacks, dat soort zaken. Je kan misschien zelf proberen Spaanse linksmiddens of rechtsmiddens. Ik heb een tijdje gehandeld met Duitse linksmiddens, omdat er daar heel veel van waren. Probeer dus een positie te vinden die in trek is, waar er veel van die nationaliteit van zijn. Probeer daarna te zoeken wat de gemiddelde goedkoopste prijs is van die speler. Bijvoorbeeld 1000 coins voor de goedkoopste rechtsback van de Spaanse nationaliteit in de La Liga. Probeer daar dan een paar honderd coins onder te zitten, 700 coins of zo. En ga dan gewoon je maximale prijs op 15 miljoen zetten. En dat is dan je maximale buy now op hoeveel je die spelers wil snipen. Dan kan je dus zoeken en als hij zegt er zijn geen resultaten, moet je gewoon je maximale prijs een keertje naar beneden halen naar 14.997.000 of zo. En dan kan je op die manier dus die spelers gaan snipen. En dan zal ik het nog één keertje voordoen. Dus rechtsbacks uit Spanje, La Liga Santander, maximale buy now 700 coins en maximale prijs 14.997.000. Dus dan ga ik gewoon zo deel het afzoeken en als ze weer op zitten, dan ga ik die proberen te kopen. Dus je blijft zo eigenlijk gewoon zoeken, ze worden zo vaak gelist. En dan zo nu en dan win je er eentje. Zoals hier Koke, die kunnen we dan weer voor 850 erop zetten. En dan pak je weer een heel minimale winst. Maar nogmaals, als je dat zo grote schaal doet, zoals je net zag bij mij, dan pak je uiteindelijk toch aardig wat winst mee. Hier weer Hugo Mallo, het kan zo ongelooflijk snel gaan. Als je maar weet wat de goede filters zijn. Ik hoop dus dat ik hiermee heb laten zien hoe je moet handelen in de vorm van snipen. En ook hoe je winst kan maken door te investeren in goedkope informs. Laat me vooral weten welke zieke informs of investeringen jij hebt gekocht. En waarom je denkt dat dat een goede investering is. Laat me dat weten in de comments. En vergeet dan ook niet meteen om de video een likeje te geven. En ook te abonneren. Als je meer handeladvies wil en meer FIFA 19 video's. Via het i'tje rechtsboven het scherm kan je alle FIFA 19 video's van mij zien. Zodat je geen enkele actie mist van FIFA 19 Ultimate Team. En dan wil ik jullie in de tussentijd heel graag bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video, jongens. Later.